Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Testaankoop, hier in de gebouwen van Testaankoop zelf. De organisatie, zoals u uiteraard weet ondertussen, die u wil informeren en die uw rechten wil beschermen en die vooral wil zorgen dat u elke dag opnieuw de beste keuze maakt als consument. Daar willen zij voor zorgen en ook al sinds 1957, dus dat begint te tellen. We hebben een heel breed scala aan onderwerpen, zoals altijd. Dat is vandaag niet anders. En het doel is natuurlijk om dichter bij jullie te komen, bij onze community. En om te zorgen dat jullie over alles mee zijn. Ga zeker ook eens een kijkje nemen op de website, want daar kan je heel veel nuttige informatie vinden. Kan je ook toegang krijgen tot de gratis of premium content als je je abonneert. En dat raad ik je zeker aan. Waar gaan we het vandaag met de experten over hebben? Wel, eerst en vooral over de consumentenbarometer, met niemand minder dan de woordvoerder zelf. We gaan het hebben over hoe je de beste tandpasta kan kiezen. Dan natuurlijk de beste muziekstreamingdienst. En dat zou misschien wel eens kunnen afhangen van jouw gedrag op dat vlak natuurlijk. Hè. Hoe jij graag naar muziek luistert. Is een gratis zichtrekening nog steeds mogelijk? En is er nu nog altijd zo'n groot verschil tussen de andere? En tenslotte elektrische auto's, een buzzword natuurlijk. We hebben het er al over gehad met Steve. Hij komt opnieuw langs vandaag. En deze keer gaan we het hebben over de laadpalen. En dan nodig ik heel graag Laura Klaes uit, woordvoerder van Testaankoop, voor ons eerste topic. Hey, dag Doreen. Hey Laura, leuk u nog eens te zien. Ja, het was eventjes geleden, maar ik ben er weer met een, vind ik zelf eigenlijk, heel interessant onderwerp. Onze consumentenbarometer. Ja, misschien moeten we beginnen bij het begin. Dat vind ik altijd het leukste voor onze kijkers. Ja. En leggen we kort uit, wat is juist de consumentenbarometer? Dat is eigenlijk heel gemakkelijk een enquête onder 4000 Belgen, waarin we hen vragen hoe het staat met hun financiële gezondheid eigenlijk. Dus zij krijgen specifiek vragen rond een aantal categorieën. En we vragen hen dan, ja, hoe gemakkelijk, hoe moeilijk kan je specifiek dit betalen? En zo kunnen we eigenlijk een beeld krijgen van hoe het staat met die financiële toestand van de Belgen. Waar hebben ze moeite mee? Wat gaat? Het is eigenlijk wel heel erg nuttig, want we kunnen daar bijvoorbeeld ook heel wat eisen op afstemmen. Mm-hmm. Dus we kunnen dan aan onze politiek vragen van, ja, kijk, we merken toch dat hier echt een probleem is. Dus hier zouden jullie toch op moeten focussen. Oh, is er een minimumleeftijd aan wie het vraagt? Ja, 18. Hè? 18 dus, ja. Dus eigenlijk aan alle Belgische gezinnen, laat ons zeggen. Het zijn Belgische gezinnen, inderdaad. Dus er is meestal ook maar dan één iemand per gezin die antwoordt voor het volledige gezin eigenlijk. Dus ja, dat geeft ons een vrij representatief beeld toch. Een representatief beeld van hoe het staat met die financiële gezondheid van de Belgen. Geef eens een voorbeeld, wat voor vragen krijgen ze dan zo? Ja, dus dat zijn eigenlijk heel wat categorieën. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de auto. En dan gaat het over een auto zelf betalen, de lening voor je auto bijvoorbeeld. Maar dan ook over de gas daarvoor, de naft voor voor de auto. Maar het gaat ook over verzekering. Dus dat hoort daar dan bij. Dus alles wat betreft auto is een categorie. Maar het gaat ook over voeding. En dan hebben we daar nog eens subcategorietjes in. Dus dan bijvoorbeeld vlees en vis of vleesvervangers in de supermarkt, groente en fruit in de supermarkt. Het gaat ook over de huur van je huis of dan de hypothecaire lening als je een huis gekocht hebt. Mm-hmm. Het gaat echt heel erg bij vakanties ook, restaurants. Eigenlijk alles waar je geld school, kan uitgeven. Als je school, hebt. Inderdaad. Ja. En dus zo krijgen we echt een beeld van waar hebben mensen moeite mee om het te betalen. En wat is eigenlijk echt betaalbaar? Ja, dan ben ik natuurlijk heel benieuwd. Wat komt daaruit? En welke categorieën staken er met kop en schouders bovenuit? Ja, of is het structureel gewoon lastig? Ja, er zijn bepaalde categorieën die echt structureel lastig zijn, die we jaar op jaar zien. En de belangrijkste is de grote vakantie. Ja. En ja, dus dat is eigenlijk voor het eerst dit jaar ook echt wel de helft van de mensen die aangeeft daar financiële moeilijkheden mee te hebben. Dus om een reis te kunnen boeken. Ja, dus om een grote reis te kunnen maken. Dat is heel veel. Hè. Dus mensen zijn in mijn omgeving nochtans alleen maar op vakantie. Ja, dan heb je waanzin. De mensen in je omgeving hebben geluk dan. Maar iedereen gaat na COVID precies ook nog veel meer dan vroeger naar buitenland. En er gaat heel veel geld in om. Veel mensen gaan ook nog op vakantie, maar goed, dat betekent niet iedereen en ook niet dat het altijd even gemakkelijk is om dat te doen. Ja. De helft van de mensen geeft aan dat dat toch een financieel lastige post is. Eigenlijk heel veel vrije tijdsdingen, want ook de restaurant bijvoorbeeld. Ja. Ook daarvan geven heel veel mensen aan dat het moeilijk is. En dan zijn er toch ook een aantal categorieën
Zoals de gas- en elektriciteitsrekening. Die was vorig jaar enorm gestegen. En heel veel mensen hebben toen aangegeven van daar veel moeite mee te hebben. Dat is dit jaar een klein beetje beter. Dus iets meer mensen kunnen dat wel betalen of hebben daar, hebben daar minder moeite mee. Maar het blijft echt wel een van de belangrijkste categorieën waarin mensen aangeven dat ze moeite hebben om dat te betalen. En dit jaar ook alles wat te maken heeft met voeding, specifiek dan vlees, vis, inderdaad, groente, fruit. Ook die, daar geven mensen nu toch wel aan van heel veel moeite hebben om dat te betalen. Maar je zei bijvoorbeeld restaurants. Ik vind het zo duur om in België op restaurant te gaan. Ja. Je verademt als je naar het buitenland gaat. Is het een verademing, bedoel ik, om te zien... Ah, ik kan ook een hoofdgerecht met vis eten voor €12. Ja, en geen €42. Ja, het is zeker duur. In België specifiek, ik heb nu niet meteen de vergelijking met andere landen. Maar we weten ook dat in andere landen het toch ook wel heel erg moeilijk is. Veel hangt natuurlijk ook af van de financiële mogelijkheden in andere landen. Maar specifiek voor België merken we dus dat die restaurants... Maar op daguitstapjes bijvoorbeeld, dat. En dat zijn eigenlijk dingen waarvan je dan al eens rap zou zeggen, dat laat ik dan vallen, want eigenlijk gaat het niet. Terwijl in de winkel, je moet wel eten natuurlijk. Die groenten en dat fruit, dat moet gekocht worden. Je moet keuzes maken. Het is heel actueel inderdaad, die winkelkar in de supermarkt, alles wordt duurder. Ja. Heb je het gevoel dat mensen dan echt dingen moeten laten? Ja, sowieso. We hebben het eind vorig jaar, ergens in de loop van 2023, hebben we ook wel eens een keer aan mensen gevraagd, hoe makkelijk kunnen jullie dat allemaal betalen? En veel mensen gaven toch aan, dat gaat eigenlijk echt niet. En dat veel mensen moeten echt wel dingen laten. En zeker in de supermarkt hebben ze hun gedrag moeten aanpassen. Mm. Minder gaan kopen, meer huismerken bijvoorbeeld. Ja. Dat hebben we wel echt gemerkt. Of ook diepvries. Mensen vergeten vaak dat eigenlijk ook vers ingevroren wordt en dat vaak beter is. Wel, de tip is eigenlijk altijd gewoon om de prijzen te gaan vergelijken, natuurlijk. Maar met diepvries heb je het voordeel inderdaad dat je, als je wat over hebt, dan zit het gewoon nog in de diepvries. Dus je hebt iets minder voedselverspilling. Nee, maar ik bedoel ook in de supermarkt voor diepvries gaan. En dat vaak voor fruit... Stel, je wilt graag een smoothie maken, maar die verse mango, denk je, maar diepvries mango, dat doe ik toch, dat kost dan minder, maar dat is even goed. Wel, als het minder kost, des te beter dan natuurlijk. Altijd vergelijken, Maar dan staan we daar 3 uur in de supermarkt, Laura. Nee, dat is nu, je hebt die vaste kosten natuurlijk, je hebt het leven dat duurder wordt, maar ik als alleenstaande ouder bijvoorbeeld, het is deze week trouwens ook donderdag, de dag van de alleenstaande ouder, merk ook wel dat als je kinderen hebt, dat zo'n hap uit je budget is en dat er echt zo dure maanden zijn. Bijvoorbeeld september vind ik een afschuwelijk dure maand. Onderwijs. Voetbal moet gekocht worden, het onderwijs, de school start terug, begint. Je koopt weer nieuwe dingen aan. De goede bottine, de goede winterjas, allemaal in september. Heb je daar ook gevraagd naar welke periode van het jaar misschien moeilijker of makkelijker is? Nee, niet zozeer. We vragen eigenlijk gewoon over het voorbije algemeen jaar. Wat was moeilijker? Maar september is inderdaad die typisch dure maand. Nu, wat je zegt klopt wel. Dus de alleenstaande ouders die komen bij ons ook uit de enquête. Uit het kortste eind. Ja, die hebben het financieel het moeilijkste. Ja. Hè? Dat is natuurlijk niks nieuw dat we hier zeggen. Maar dat merken we duidelijk uit die enquête. Dus dat de categorie is die... van mensen die het financieel het moeilijkst hebben. Ja, en dan komt natuurlijk dat woord sparen. Ja. Het lijkt evident, maar ik ook. Veel mensen zijn al lang blij als ze gewoon het einde van de maand min of meer halen. Hè, vaak weten de kinderen dat ook al, want het is het einde van de maand. We moeten niet te veel zagen. Een beetje uitrekenen, ik het nog betalen. Maar sparen komt er gewoon niet bij. Nee, en merken we ook, er is 60% van de mensen uit onze enquête gaf aan op het eind van de maand eigenlijk niks meer over te hebben. Dat is enorm veel, hè. Ja. Want we raden toch eigenlijk altijd mensen wel aan van een spaarpotje te hebben van een 3 à 6 maanden loon voor onverwachte uitgaven. Er kan altijd iets gebeuren. Je auto die kapot gaat of een diepvries die stuk gaat. Een lek in je dak, inderdaad. Ja. Maar dus we zien dat 60% van de mensen daar eigenlijk niet echt in slaagt om iedere maand een klein bedragje aan de kant te zetten om dat potje op te bouwen. 60%, dat is heel veel. Hè? Dat is iets beter dan vorig jaar. Vorig jaar gaf 66% aan van niet te kunnen sparen. Dus dat gaat iets beter.
Maar ja, dat is nog altijd heel erg veel volk. En dat toont toch wel aan dat wij financieel zeker nog niet uit die energiecrisis zijn, uit die crisis in de supermarkt met ongelooflijke inflatiecijfers. Dus we zijn financieel echt nog wel fragiel. Ja, want jullie doen die bevraging elk jaar. Elk jaar, ja. Sinds 2018. Dus dat stelt ons ook in staat om wat evoluties te zien. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ja, ja, we hebben bijvoorbeeld gezien, vorig jaar was het dan de elektriciteit en de gasrekening die dan plots echt onbetaalbaar werden voor veel mensen. Dit jaar is het iets meer die voeding, of het voorbije jaar was het iets meer de voeding waar mensen moeite mee hadden. Maar dus we hebben een aantal categorieën die eigenlijk structureel van boven staan. En dat is dan die grote vakantie, de daguitstapjes, de restaurants. Ook bijvoorbeeld eentje tandzorg. Is eentje die altijd wel hoog staat. Ja. Of brillen bijvoorbeeld. Bij tandzorg is dan toch ook wel de tip om op tijd een tandverzekering of een extra tandverzekering wel altijd te nemen, te bekijken of je daar een voordeel mee haalt natuurlijk, want dat kost je ook wel heel erg veel. Een verzekering kan altijd goed zijn, maar ja, je betaalt ook wel aan die verzekering en soms op het einde van de rit ben je daar niet. Het probleem is dat je ook niet onmiddellijk, hè? Dus dan zodra je problemen hebt, ben je eigenlijk al te laat. Ja, het is dat. Het beste dat je kan zeggen is, ga gewoon ieder jaar op controle. Dan wordt ook het grootste deel terugbetaald. Maar goed, je moet het vaak nog altijd voorschieten. Zeker nu de conventie met de tandartsen niet is rondgeraakt. Dan blijft het wat moeilijk, want dan zijn er geen afspraken met de mutualiteiten om bijvoorbeeld een derde betalersregeling op te zetten, waarbij je eigenlijk enkel het remgeld moet betalen, zoals nu bij de dokter vaak het geval is. Hè. Je betaalt enkel de 4 euro remgeld en de mutualiteit betaalt rechtstreeks aan de dokter. Dat niet moeten voorschieten, ja, dat kan echt wel voor veel mensen een verschil maken. Zeker bij de tandarts, want dat kost al rap 80, 90, 100 euro, waarvan je dan wel een groot bedrag terugkrijgt. Ja. Maar dat gaat wel om veel geld. Mensen doen ook, hè, met bijvoorbeeld 3 kindjes, 4 kindjes. Ja, die gaan allemaal samen. Dan allemaal heb je plots samen. Dat bedrag maal. Klopt, zoveel. Inderdaad. En voor veel mensen kan je dat gewoon zelfs niet die paar dagen missen. Dus ja, die tandzorg is inderdaad ook wel eentje die altijd heel hoog staat in de lijst van categorieën waar mensen moeite mee hebben om het te betalen. Reizen, zei je, hè, de grote vakantie, maar eigenlijk kampjes ook. Stel, je moet, want niet veel mensen kunnen die zomervakantie thuis zijn bij de kinderen, dus dan boek je kampjes, maar dat loopt ook op. Hè? Ook dat eigenlijk zit in die categorie van uitstapjes en van reizen. En dus, ja, ik zei het al, 50% van de mensen geeft aan daar toch moeilijkheden mee te hebben. Dat is echt enorm veel. Ja. Dus we gaan toch moeten kijken naar manieren om de koopkracht eigenlijk bij mensen wat te verhogen. Oké. Okay. Laura, bedankt. Ik weet niet of je daar nog iets aan wilt toevoegen of een tip. Een tip geven. Wel, zeker in de supermarkt bij ons is dus de tip, maar ik zei het al, goed vergelijken. Ja. Veel mensen vergeten dat ook wel eens een keer, maar je hebt bijvoorbeeld boontjes of wortelen of whatever, je groenten in een zak of in een busseltje of gewoon los. Als je gewoon die prijzen vergelijkt, maar dan de prijs per eenheid, die staat verplicht op het etiketje trouwens, dus bijvoorbeeld per kilo dan kan je eigenlijk meteen duidelijk zien, wat is het goedkoopste. Dus dat is altijd een tip voor in de supermarkt. En dat geldt eigenlijk voor alles, ook die elektriciteitsrekening goed vergelijken. Ja, we hebben het er in een vorige aflevering over gehad. We proberen echt in dit programma dat allemaal aan bod te laten komen. Te geven. Ja. En als we trouwens over tandartsen hadden, dat sluit naadloos aan bij ons volgend onderwerp. Voilà. En daar ga ik collega Anne Lieves over uitnodigen, want we gaan het hebben over hoe kies je de beste tandpasta. En dat zal ook weer zijn van misschien goed te vergelijken. Ik weet het niet, maar dat zal aankomen. Laura, bedankt om langs te komen. Graag gedaan. Merci. Ja, Anne Lieves, kom erbij. Hallo. Dag Anne. Je hebt van alles meegebracht. Ja, enkele dingen. Fantastisch. Anne, wat doe jij juist bij testaankoop? Wel, ik doe eigenlijk vooral de cosmetica-testen bij testaankoop. Oké. Okay. En daar valt tandpasta eigenlijk ook binnen, hè? Ja, inderdaad. Ja. Oké. Okay. Misschien beginnen bij het begin. Waarop, want iedereen heeft die vraag, waarop moeten we nu eigenlijk letten? We kopen meestal onze tandpasta in de supermarkt, denk ik dan. Want je kan ook bij de apotheek tandpasta kopen. Maar stel, je staat in de supermarkt. Waarop moet je nu eigenlijk letten? Wel, eigenlijk het belangrijkste bij een tandpasta is fluor. Oké. Fluor is heel belangrijk, het is een mineraal. En dat gaat eigenlijk uw tandglazuur versterken, waardoor je eigenlijk een bescherming hebt tegen gaatjes, karies. Dat is het belangrijkste. Bij volwassenen moet dat eigenlijk volgens de wetgeving 1450 ppm zijn, dat is parts per million. Dat is het eerste dat je zeker moet opletten. Dat staat zo op de doos? Dat is verplicht op de doos. Okay. En ook op de verpakking zelf. Ja. Dat is verplicht, dus het staat erop.
Mm-hmm. Dat is het eerste ding. Okay. Andere dingen zijn wel moeilijker te testen en daarom laten we dat ook in een labo uitvoeren. Andere zaken zijn, eigenlijk moet, dat is toch de bedoeling, dan tandpasta vlekken verwijdert van etensresten, hè, van koffie, van chocolade. Dat het echt goed de vlekken verwijdert. En daardoor moet er eigenlijk een beetje een schuurmiddel in tandpasta zitten. Zoals silicium, calciumcarbonaat. Mm-hmm. En dat zijn korreltjes en die gaan schuren over je tandglazuur. Maar natuurlijk langs de andere kant, als dat schuurt over je tandglazuur, kan ook wel je tandglazuur beschadigd worden. Dus eigenlijk bij een tandpasta moet je een beetje een balans vinden tussen een product dat de vlekken goed verwijdert, maar toch ook niet te schurend is. Nee, dat er geen erosie... Hè? Ja, dat je tandglazuur dus eigenlijk niet wordt aangetast. Want dat komt niet meer terug. Nee. Nee, verdwenen tandglazuur is voor altijd... Ook niet zo erg, maar je moet er gewoon op letten. Maar... En als je tandarts dat bijvoorbeeld zegt, van, oei, dan zou ik toch zeggen, pas op dat het niet te schurend is. Wat blijkt uit ons test, is eigenlijk dat ze allemaal redelijk goed vlekken verwijderen, maar dat er toch wel vier iets te schurend zijn. Dus deze zou ik dan toch niet zo aanraden. Ja, want jullie hebben alle merken, of heel veel merken... Ja, we hebben 17 tandpastas getest. Ja. En die testresultaten kunnen ze terugvinden op de website? Op onze website. Dus daar kan je alle resultaten vinden en ook een koopgids. Dus eigenlijk kan je alles terugvinden daar. Perfect. Nu, fluor, dat zeggen ze inderdaad altijd. Waarom is dat nu zo belangrijk? Wat doet dat met onze tanden? Wel, zoals ik al heb gezegd, eigenlijk het versterkt je tandglazuur en zo het beschermen tegen die gaatjes. Okay. Dat is heel belangrijk. Maar sommige mensen zijn heel bang van fluor. Dus je vindt ook tandpastas zonder fluor. Dat raden wij eigenlijk echt af, wat zo belangrijk is. En hoe komt dat er geen fluor in zit? Wel, ik denk dat je twee verklaringen voor hebt. Namelijk, de eerste is dat als ik zelf jong was, weet ik dat er zo tabletjes bestonden. En elke morgen namen we zo tabletjes in met fluor. Mm-hmm. Dat smaakte goed. Dus ja, je pakt er soms meer. En het gevolg was dat kinderen eigenlijk de vlekken op hun tanden kregen die niet meer konden weggewerkt worden. Ben je besloten, duidelijk, tandpasta alleen met fluor is voldoende, die tabletten zijn niet meer nodig. Dat is te veel. Ja. Ook is het dat men zegt, fluor kan toxisch zijn. Ja, heel veel stoffen zijn toxisch als je ze in te grote hoeveelheid inneemt. Maar ook de Wereldgezondheidsorganisatie zegt duidelijk, de hoeveelheid fluor die in tandpasta zit, is veilig en is helemaal niet gevaarlijk. Wij hebben dat ook bekeken en berekend. Je moet eigenlijk als volwassene 3 tubes tandpasta opeten om echt toxisch te zijn. Ik denk dat, ja, nee, gewoon achter elkaar. Dus allez, we gaan eerlijk zijn. Nee, dat gaan we niet doen. Dat doet er niemand. Dat smaakt niet goed. Dus het is een beetje overdreven om te zeggen het is toxisch. Dus dat is we hebben zeer een nootje belangrijk. Ochtends en een nootje 's avonds, om het zo te zeggen. Dus en dat is meer als is voldoende. Is het nodig om 3 keer per dag? De guidelines zeggen 2 tot 3 keer. Maar als je 2 keer doet op een goede manier gedurende 2 minuten, denk je dat wel heel ver. Dat is langer dan je denkt, hè, 2 minuten. Ja. Maar daardoor... Mijn kinderen vinden dat ook lekker. Ja, dat is juist. Maar een elektrische tandenborstel, die helpt u daarbij. Hè. Die heeft een hulpmiddel, die gaat eigenlijk na 2 minuten een sein geven dat het voldoende is. En inderdaad, dat is lang. Ik geef toe, als je gewoon je tanden poetst, niet veel mensen doen het 2 minuten. Ja. Nog een paar vragen daarbij, want ik vind het wel heel interessant. Zeker omdat ik zelf 3 kinderen thuis heb. Is op zich tandpoetsen voldoende of moet je eigenlijk nog andere dingen doen? Ik denk aan die stokjes, vossen, wat zijn daar? Maar daar durven de guidelines doorheen de jaren ook al wel eens lichtjes variëren, vind ik. Het eerste is belangrijk, dus tandpasta, belangrijk, maar het poetsen is zeer belangrijk. Dus die 2 minuten, belangrijk. Je kunt eigenlijk je tanden in 4 stukken indelen en altijd 30 seconden per stuk doen. Ook weer, die elektrische tandenborstel helpt u daarbij, die gaat zo'n sein geven. Voor, op en achter, hè? Heel belangrijk. Dus dat is echt belangrijk. Ook die borstels toch om de 3 maanden vervangen. Want als die scheef staan, kan dat niet meer zo goed poetsen. Flossen, ook belangrijk. 1 tot 3 keer per week. Ik denk dat dat soms moeilijk is voor veel mensen. Maar dat is belangrijk omdat je die interdentale ruimtes eigenlijk niet bereikt met de tandenborstel. Ja. Dus dat kan met flosdraad zijn, tandenstoker of zo van die interdentale borsteltjes. Dat hangt een beetje af hoeveel ruimte dat je eigenlijk tussen je tanden hebt. Naast dat is het ook belangrijk dat je toch jaarlijks naar de tandarts gaat. Dat is daar juist al gezegd geweest. Ja. Heel belangrijk. Bij kinderen zelfs om de 6 maanden. Ja. Niet roken, niet goed voor de tanden. Niet te veel suikers innemen. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen dat je wel kunt opletten. Voor kinderen raden we toch aan, eigenlijk vanaf dat de eerste tanden uitkomen, beginnen poetsen. Mee zelf poetsen, hè, want een baby kan dat nog niet. Tot 6 jaar toch echt meedoen, zelf doen. Vanaf 6 jaar raden we aan, laat ze eerst poetsen, maar doe dan ook eigenlijk daarna toch een napoets. Betrek de kinderen ook naar het tandartsbezoek. Vanaf de eerste tanden meegaan. Dus
Het is eigenlijk ook dat die kinderen dat ook gewoon worden en dat ook blijven verder doen. Veel mensen poetsen nog gewoon, hè, met een gewone tandenborstel. Maar kan je dat effect van een elektrische tandenborstel dan halen met een gewone? Wel, we hebben ook elektrische tandenborstel getest. En het blijkt uit onze test, maar ook uit wetenschappelijke studies, dat elektrische tandenborstels beter tandplak verwijderen. Dat is duidelijk. Het lijkt me logisch dat dat mechanisme het is beter het kan poetsen dan... zelf, maar iemand die zeer goed kan poetsen, gaat dat ook bereiken met een gewone tandenborstel. Maar we gaan allemaal eerlijk zijn, niet iedereen doet dat zo goed, pakt er zoveel tijd voor. Ik denk dat een elektrische tandenborstel ook een hulpmiddel is met die timers. Ik vind het zeker voor kinderen. Ja, voor kinderen zeker. En ze hebben aangepaste borsteltjes. Ze hebben borsteltjes. Die kracht al helemaal niet om... Ja, absoluut. Maar het is een duurdere prijs. Dat is het nadeel. Het is iets duurder om aan te kopen. Ja. Maar het heeft zeker voordelen. Maar met individuele borsteltjes kan je ook eigenlijk wel heel inderdaad. Met één elektrische tandenborstel bedienen. Nu, over de kinderen nog even. Waarop let ik dan specifiek als ik tandpasta voor hen koop? En vanaf welke leeftijd laat ik hen eigenlijk poetsen met mijn tandpasta bijvoorbeeld? Wel, daar is ook door de Hoge Gezondheidsraad in België duidelijke guidelines rond. Kinderen eigenlijk van nul, dus vanaf dat de baby's eerste tanden krijgen, tot 6 jaar, moeten eigenlijk ook een tandpasta hebben van 1000 ppm fluor. Belangrijk. Ook wij hebben dat zelf in de supermarkt gaan nakijken. En helaas vinden wij toch wel wat tandpasta's zonder, met minder fluor of zelfs geen fluor. Okay. Dat is eigenlijk, daar raden wij niet aan. Belangrijk is wel, van kinderen van 0 tot 2 jaar een rijstkorrel, dus heel weinig. Van 2 tot 6 jaar toch al een ert. Vanaf 6 jaar is het dezelfde hoeveelheid fluor als voor volwassenen. Dus eigenlijk mag je die tandpasta van volwassenen gebruiken. Maar daar, sommige kinderen vinden soms die muntsmaak iets te straf. En eigenlijk die tandpasta's voor kinderen hebben meer een mildere smaak, een neutralere smaak. Kan ik voorstellen dat men eigenlijk dit gaat pakken. Wat wij ook niet aanraden, is tandpasta's voor kinderen met bubbelgum, fruitsmaak, zoete smaak. Ik was er ook aan het denken. Het klinkt al niet goed. Maar... Nee, maar dat is natuurlijk... De kinderen gaan liever hun tanden zo poetsen. Mm. Als ze anders hun tanden niet poetsen, zou ik zeggen, ga ervoor. Maar eigenlijk, als je start vanaf een baby met een neutrale smaak, dan zijn die dat gewoon... Dan gaan ze gewoon... Inderdaad. Ja. En dat is eigenlijk het beste, omdat de overgang dan ook naar volwassen tandpasta veel gemakkelijker is. Ik stond eergisteren nog in de supermarkt voor heel het rek met tandpasta's. En ik zie dan bijvoorbeeld, ik moet kiezen tussen voor gevoelige tanden. Ik vind van mezelf dat ik dat wel een beetje heb. Maar dan ook whitening. En elke keer denk ik, zou dat nu echt zo zijn? Of is dat allemaal een beetje hetzelfde? Is dat marketing? Wel, ook, nee, zeker niet. Wij hebben dit 8 jaar geleden getest ook. Ja. En het is marketing. Want het is niet wat je wil bereiken. Als je echt de kleur van je tanden wil veranderen, geloof er niet in. Want de kleur van je tanden wordt bepaald door dentine. Het stukje dat binnen je tanden zit. Dat is we kunnen daar niet aan doen. Nee, de kleur van je tanden is bepaald. Het is een beetje genetisch, dus dat kun je niet... Die iets geelere tanden hebben, mag je niet van uitgaan. Die heeft daar minder goed voor gezorgd. Of... Nee, dat is eigenlijk bij de geboorte. Het kan wel zijn, als je heel veel koffie drinkt, heel veel rookt, dat je dan natuurlijk wel... genetisch bepaald. Ja, de kleur van je tanden is wel genetisch wat bepaald. Okay. Dus eigenlijk met die whitening tandpasta ga je niet de kleur van je tanden veranderen. Het enige dat je gaat doen is, zoals ik al voordien heb gezegd, er zitten meer schuurmiddelen in. Ja. En die gaan dus eigenlijk die vuiligheid kunnen verwijderen. Zo goede effecten zijn er niet bewezen uit die test. Geen mirakels. Nee, geen mirakels. Maar ik denk, af en toe een keer inkopen kan geen kwaad. Ja. Pas op alleen als echt de tandarts zegt van oei, het is misschien uw glazuur, een beetje opletten daarvoor, zou ik dan toch niet... Die whitening tandpasta's gebruiken, omdat die toch iets meer schurend zijn. Bij sommige producten, eender welk product, zeggen ze af en toe iets veranderen is wel goed. Zeggen we dat ook over tandpasta? Of maakt dat niet uit? Dat maakt niet zoveel uit. Ik denk dat eerder is de keuze ook van wil ik de prijs soms misschien en de smaak. Ja, dat zijn dingen, soms wat er in promotie is, belangrijk is die fluor 1450, dat vind ik... Informatie daarover vinden ze op de website. Ja. Dus dan kunnen ze eens rustig gaan kijken of de tandpasta die je gebruikt thuis zelfs überhaupt in het lijstje staat. Ja, inderdaad. Indien wel waar in de ranking. Misschien nog een laatste vraagje aan. Wat zijn jouw tips voor tandverzorging? Je vermeldde al genoeg naar de tandarts gaan. Toch eerder elektrisch? Ja, ik zou toch... Eigenlijk wel. Ik vind het dat is belangrijk. Het heeft dus gewoon een hulpmiddel...
En het is ook wetenschappelijk bewezen dat uw tandplak eigenlijk beter wordt verwijderd. Ja, en al andere tips heb ik denk ik ondertussen zo wat gezegd. Flossen dus, of met stokjes af en toe. En naar de tandarts let gaan. Let op het fluorgehalte. Inderdaad. In oké, heel goed. En kindjes, we kunnen niet jong genoeg starten met die gewoonte. Is het niet vooral ook een gewoonte? Ja, dat is eigenlijk heel belangrijk. En dat men ook geen angst voor die tandarts heeft. Hè. Dus die al meepakken. Ja. Ik denk dat dat echt belangrijk is, dat de tandhygiëne een normaal ding is, 's morgens en 's avonds, dat kinderen dat eigenlijk allemaal gewoon zijn. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Ja, want mijn tandarts zegt mij, en dat wist ik ook niet, je moet eigenlijk om de 12 uur moet het, je tanden eens gepoetst worden. Maar of je dat nu voor of na het ontbijt doet, want daar zijn ook veel mensen het niet over eens, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Nee, maar het is misschien gemakkelijker na het ontbijt, omdat je dan eigenlijk... Allez, het is natuurlijk ook fris, te zien. Fris naar buiten gaat. Nee, maar ook het is te zien als je dan onmiddellijk weer... iets eet, niet, hè, maar als je dan eigenlijk 3 uur niets eet, is het echt wel heel goed. Dan, dan hebben dat fluor zorgt echt voor een herstel van je tanden na zo'n suikerinname. Dus dat is eigenlijk wel beter. We hebben het onlangs met een collega van u over PFAS gehad, dus over iets helemaal anders. Maar hij vermeldde dat fluor een slechte naam heeft bij mensen, omdat we dus denken dat dat allemaal over hetzelfde gaat. Nee, dat heeft daar dus niks mee te maken. Dus niks mee te maken. Maar dat toch nog even herhalen. Ja. Dat we dat zeker niet vergeten. Oké, Anne, is er nog iets dat je wilt toevoegen? Goh, ik wil nog even misschien over die tabletten hebben. Ja, graag. Dat ben ik u vergeten te vragen. Dat hoe is, dat eigenlijk juist werkt. Dat zijn nieuwe dingen die we vinden, vooral op internet. Dat zijn eigenlijk tabletten. En hoe werken die? Die moet je in je mond steken. En met speeksel wordt dat eigenlijk een soort... En door het kouwen wordt dat een soort pasta. En eigenlijk, de resultaten daarvan zijn goed. Ze bevatten genoeg fluor. De mensen... die het gebruikt hebben, want we hebben ook een gebruikerstest, die zijn eigenlijk heel tevreden. Wacht, dit vervangt je tandenpoetsen? Ja, dit vervangt, dus dit is eigenlijk, zit evenveel fluor in, en dit vervangt dus één beurt. Wauw, dat kende ik niet. Nee, dat is zo iets nieuws. En de gebruikers vonden het genoeg schuimend. Het voordeel is, het is compacter. Voor, stel, je gaat op reis en je kan niet veel meepakken, is dat wel een ideale oplossing. Ja? Maar ook, het is milieuvriendelijker. We hebben gezien, de ingrediënten die erin voorkomen zijn toch wel iets beter voor het milieu. De verpakking is een papieren zakje. Het is beter dan de tube tandpasta die in plastic is. Dus qua milieu is het ook wel beter. Ik denk dat het goed voor alternatief is voor op reis, voor misschien als je op het werk bent of zo. Niet altijd, maar allez, ik vind het wel iets nieuws en misschien ja. Maar qua gevoel? Ja, wel, maar door te kouwen en door het speeksel wordt het wel een pasta. Je hebt toch het gevoel zoals je het hebt nadat je tanden hebt. Oké, straf. Voilà. Wist ik niet. Het is wel iets duurder, dat is wel op het nadeel. Maar er bestaat ook niet zoveel merken van, dus dat is ook logisch dat dat dan ook wel wat duurder is. Okay. Nou, dus het blijft evolueren, dat is duidelijk. Ja. Oké. Okay. Merci, Anne. Dankjewel. Dankjewel. Om even te komen. En we gaan van tandpasta naar muziekstreamingdiensten. En daarover wil ik het heel graag hebben met Roy Metz. Dag, Roy. Hallo. Mag ik eens even de micro opzetten? Perfect, dat heb jij nog gedaan. Ooit, het gaat over muziek natuurlijk. Ja. Roy, wat doe jij juist binnen Testaankoop? Ja, ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor consumentenelektronica, dus tv's, luidsprekertests, routers en dergelijke. Dus alles wat meer bruingoed eigenlijk aangaat. Dus geen wasmachines of zo. Maar dat kan van alles zijn. En onder andere natuurlijk streamingdiensten, die al heel populair zijn geworden de laatste jaren. Mm-hmm. En er werd wel eens tijd voor een update voor deze test. En dus hebben wij de grote populaire diensten in België dan getest. Dus denk maar aan Spotify, Spotify, Apple Deezer, Music. YouTube Music, Apple Music, Qobuz, Tidal en Amazon Music. Ja. Dus eigenlijk allemaal on-demand diensten. Dat betekent dat, dat je eigenlijk kunt kiezen welke nummers je wilt en wanneer je die wilt afspelen. Ja. Dus, ja. Is daar een eenduidig antwoord gekomen van dat is overduidelijk de beste muziekstreamingdienst? Of hangt dat eigenlijk ook af van... Ja, het hangt toch ook wel af van profiel, wat eigenlijk de noden zijn. Ja. Er zijn zo de general purpose, dus de algemene diensten. Daar hebben we het dan over Spotify, Deezer, Apple Music en Amazon Music. Maar dat is ook dus een hybride. YouTube Music is een soort van afkooksel van YouTube, maar dan eigenlijk alleen gefocust op muziek. En Google heeft er een heel speciale prijzenpolitiek die ons veel hoofdpijn heeft bezorgd om dat te kunnen uitzoeken hoe dat ineen zit. Dan hebben we ook nog de audiofiele oplossingen, dus daar is Tidal en Qobuz eigenlijk in, laten we zeggen. Dus afhankelijk daarvan
is natuurlijk ook de keuze en de prijs is natuurlijk ook verschillend afhankelijk van wat voor diensten het is. Zit dat allemaal een beetje in elkaars vaarwater qua prijs? Ja en nee. Dus de gewone diensten, zeg maar, zeggen ze tegen, ben allemaal rond de 10,99 euro, dus rond de 11 euro per maand voor één gebruiker. Dan zijn er ook familieabonnementen en duo-abonnementen. Duo-abonnementen zitten rond de 14,99 per huishouden. En dan zijn nog zo'n familieabonnement gaat tot 17,99, dus al 18 euro per maand. Maar dan zijn er ook de audiofiele oplossingen zijn duurder. Die zitten tussen de 15 à 20 euro per maand, afhankelijk van de dienst, zeg maar zeggen. Ja. Maar natuurlijk, audiofiele oplossingen, dat betekent ook een audiofiele installatie. En dat is al niet voor iedereen weggelegd. Dus de hoogste geluidskwaliteit gaat niet op een goedkoop koptelefoontje of een soundbarken van 200-300 euro. Je zegt audiofiel, ja. Hè, dus iemand die van muziek houdt. Ja. Waar maak je het onderscheid? Waar de geluidskwaliteit een grote rol speelt. Dus iemand die zegt, oh, het klinkt toch goed, maar die luistert op een speakertje van, die zo groot is als een cola-blik. Ja, dan praten we niet over een purist, zou ik maar zeggen. Dus als we echt een goede installatie, dan praten we toch over een deftige stereo-opstelling die op zijn minst toch wel een paar duizend euro kost. En anders loont zich dat ook niet om te investeren in dergelijke. Ja. Maar nu heb je het over de installatie. Ja. Als je kijkt naar die streamingdienst, ja, en je neemt dan diezelfde audiofiel, hè, ja, de meer freak, muziekfreak, nee, zie je daar dan een verschil in? Nee, dat is eigenlijk, de audiofiel betekent gewoon dat de kwaliteit die wordt aangeleverd een veel hoger is. Met andere woorden, veel meer detail dan de klassieke CD. Dus een CD heeft een bepaalde geluidskwaliteit. En dan met die audiofiele diensten, die gaan hoger als een CD-kwaliteit. Maar om het te kunnen horen, moet er ofwel een hele dure koptelefoon ofwel een hele dure muziekinstallatie. En daar is echt een grote prijsverschil. Niet zozeer qua het aanbod. Ze zitten allemaal tussen de 100 à 120 miljoen nummers in een aanbod. We hebben het niet geteld uit praktische overwegingen. Maar dus uiteindelijk, dat moeten we dan maar aannemen. Dus qua aanbod is er heel weinig verschil. Varieert, ik stel me die vraag nu voor het eerst, maar stel op Spotify, varieert het aanbod, ik veronderstel van wel natuurlijk, in België met Finland. Je hebt de local bands, die we misschien niet allemaal... Of is er toch een heel grote overlap? Er is een overlap, maar dus de muziekindustrie zit wel vol met heel rare constructies qua contracten. Mm. En dat is natuurlijk ook wel hier terug te vinden, dus met andere woorden... Dus er zijn die rechten, dan mag het niet in dit land en wel in dat land. Ook al, dus in principe, dat zijn ook van de nadelen van streamingdiensten. Dus het betekent niet dat het erop staat, dat het ook beschikbaar is voor jou in jouw land. En het kan ook morgen plots verdwijnen. En dat is het meest irritante natuurlijk. Een mooie playlist, oh, nu gaan we die opzetten op een feestje. Mm. En dan denk je, hey, waar zijn die nummers allemaal weg? En wat doen ze dan meestal ook nog? Alle nummers wat verdwijnen, die gaan ze dan automatisch uit de lijst verwijderen zonder dat de tonen dat die er ooit geweest zijn. Dus dat is een heel vervelende... Houdini. Ja, nogthans, dat is echt... Dat zijn problemen met streamingdiensten. Je bent geen eigenaar, de ene dag op de andere kan het verdwijnen. Dat was natuurlijk iets leuks, hè, met een cd. Ja. Je kocht die cd, je had dan dat boekje daarbij waarin vaak de lyrics stonden... Maar die lyrics zijn nog altijd. Hè. Dat is nu, nu, dat is, ik heb dat boekje dan zo vast. Dat begrijp ik. En ik zeg, maar het groot probleem is dat de meeste mensen graag lui zijn. En dat betekent, ze zijn te lui om een cd uit een hoesje te nemen en die in een speler te steken. En daardoor zijn die dingen zo populair geworden. Dat is een algemeen probleem. Nee, dat is een algemeen probleem. Absoluut. Nee, dat klopt. Ik vind dat geen evolutie. Nee, dat zeker niet. Maar wat er dan bij komt kijken is, dus, mensen zijn dan te lui om een muziekcollectie samen te stellen. En dan natuurlijk, oh, als iemand het voor u doet. Ja. En dat heeft ook voor de boost gezorgd. Hè. Dus dat heeft, zoals ik al zei, het heeft veel voordelen, maar ook heel veel nadelen. Ja, je moet wel online zijn, bijvoorbeeld. Ja, en minimum één keer per maand inloggen. Dus dat betekent een rondreis maken in Zuid-Amerika, offline playlist. Oh, ik heb geen internet nodig. En dan uiteindelijk, je bent niet online geweest, poef, en dan verdwijnen die playlists. Heel vervelend. En bijvoorbeeld niet downloadbaar op PC, maar alleen op mobiel. Dat is een hele studie, zou ik maar zeggen, die daarbij komt kijken. En dan natuurlijk ook het aanmaken van een account. Dan is er een hele strijd tussen Apple en Spotify, want die willen niet dat Apple zoveel afroomt. Langs de andere kant roomt Spotify de artiesten ook af, maar op hun manier. Dus uiteindelijk is het voor de consument niet gemakkelijker geworden. Het gebruik wel, maar alles wat er rond komt kijken, dan weer niet. Nee, en ik, als dochter van muzikant en zus van muzikant, kan ik wel zeggen dat
dat het systeem inderdaad niet waterdicht is en dat artiesten daar in verhouding, in vergelijking met cd's, vroeger eigenlijk amper iets aan verdienen. Ja, tuurlijk. Als we zien dat voor 1 miljoen streams per jaar is de opbrengst tussen 3.000 en 5.000 euro. Ja, daar kan een artiest niet van leven. Als je 1 miljoen cd's had verkocht, dan had je daar als artiest, Is dat 1 miljoen singles? Laten we zeggen 1 miljoen... 5 miljoen euro aan over kunnen houden. Ja, ik weet natuurlijk niet hoe die verdeling is. Want ik weet niet hoe die verdeling is, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Maar 1 miljoen streams is toch al vrij behoorlijk. Dus en als je om 1 miljoen te verdienen, is het minimum 300 miljoen streams per jaar. Dus dat is ook al echt wel groot. Dus dat zijn er... Natuurlijk, die hele grote namen die vinden dat fantastisch, want die krijgen geld met de schub binnen. Maar de kleinere artiesten, denk dat die veel minder eraan overhouden nu dan vroeger. En ik weet niet hoe met die repartitie zit. Is het dan voor de artiest zelf of is het voor het muziekhuis waar ze aangesloten zijn? Dat is voor mij niet duidelijk. Ik bedoel, het is allemaal zo onzichtbaar. Het is ondoorzichtig. Dat is ook niet terug te vinden. Dus we zouden daar graag meer over willen doen, maar die contacten zijn altijd achter gesloten deuren. We horen dan bijvoorbeeld dat Joe Rogan een contract krijgt van 250 miljoen. Ja, dan een andere artiest er weer niet. Ik moet zeggen, het is allemaal heel onzichtbaar. Het is een onzekere business vandaag. Ja. En Tidal zegt dan dat ze wel meer betalen, maar kunnen we dat valideren? Nee. Aan die gegevens kan je eigenlijk niet aan. Nee, we krijgen natuurlijk wat zij zelf ter beschikking stellen. Ja. Maar om echt te zeggen, wij weten echt met zekerheid dat die lijsten zijn niet openbaar. Hè? Nee. Ook zelfs de prijs per stream varieert van artiest tot artiest. Dus dat zijn ook onderhandelde. Okay. Dus we hebben ook gezien dat daar verschillen tussen zijn. Ja. Dus ja, dit is moeilijk. Even terug naar onze consument, de belangrijkste speler in dit verhaal natuurlijk. Als we kijken naar de streamingdiensten, kunnen we dan op de website de resultaten terugvinden van jullie onderzoek? Ja, okay. Alle details kunnen teruggevonden worden. Ook de compatibiliteit, dus welke toestellen het beste werkt. En toch een puntje wat wel belangrijk is, in verband als je een streamingdienst neemt bij een van de grote spelers, zoals Apple of Amazon of dergelijke, is het eigenlijk echt wel moeilijk om een account aan te maken. Als het alleen maar voor de muziek is, een Amazon-account aanmaken met two-factor authentication, met weet ik veel. Ja, okay. Dat is eigenlijk allemaal veel werk, maar voor wat? Alleen voor de muziek? En dat is dan weer... Want ik weet dat je zo voor jezelf de voor- en nadelen had opgesomd. Ja. Kan je die delen met ons, de grootste voor- en nadelen van luisteren via een streamingdienst? Ja, dus sowieso het allergrootste voordeel is dat er... Dat altijd alles beschikbaar is overal. Je hebt een enorme bibliotheek. Ja, dus je komt bij een feestje en heb je dat liedje? Oh ja, geen probleem. En dat is beschikbaar. Dus dat is zeker een groot voordeel. Ook de content suggesties hebben we gezien die heel verbeterd zijn. Dus met andere woorden, je hebt een playlist en die zegt dan, dat kan je ook interesseren. Dat is natuurlijk offline luisteren onmogelijk. Nee, dat hoor ik ook vaak van mensen, dus, dat echt wel... Ja, en daar zitten echt hele goede suggesties bij. Dus, om nieuwe muziek te ontdekken, inderdaad. Is dat eigenlijk de manier? Dat is de manier. Als jij je eigen 10, 20 cd's thuis blijft afspelen, ga je geen nieuwe muziek ontdekken. Nee, dat klopt. Ja. Dus, en dan ook het delen van afspeellijsten. Oké, ik heb een nieuwe afspeellijst, dus met vrienden en dergelijke. Ja. Dus, en extra informatie, zoals die songteksten, om mee te zingen. Vroeger hadden we dan een duur programma nodig voor karaoke. Dat kun je eigenlijk gewoon doen met een streamingdienst tegenwoordig. Mm-hmm. Dus dat zijn zeker voordelen, maar er zijn ook wel nadelen aan, zoals de nummers die van één dag op de andere kunnen verdwijnen. Ja. Heel ja. vervelend. Internetverbinding die altijd nodig is. En dat is dataverbruik is ook heel verschillend. Dus we hebben dus gemeten wat het dataverbruik is. En voor een gewone streaming, het minste wat we gemeten hebben is 2,7 megabyte per minuut, dus bijna 3 megabyte. Maar het hoogste wat we gemeten hebben is bijna 55 megabyte per minuut. Mm-hmm. Maakt niet uit, ongelimiteerde data, maar niet op mobiel. Niet iedereen heeft dat, dus even rekening mee houden dat instellingen wel dat goed zijn. Dat je wel zijn. Online bezig bent ook. Ja, dus, dus ze kunnen wel allemaal dus online dus via 4G of via wifi kun je instellen welke kwaliteit je wilt beluisteren. Dus dat is wel een voordeel. Maar... Dus er zijn ook altijd een maximaal aantal toestellen waar je dat aan kunt koppelen. Ja, het schijnt een luxe probleem te zijn, maar vooral als er vele oudere toestellen in het huishouden circuleren, die met dezelfde account gedeeld worden, kan dat een probleem zijn. Dus een ander probleem is nog de prijzen onderhevig aan inflatie. Wat eigenlijk vroeger 10 euro kost, dat is nu 11 euro. Oké, dat is 10% opslag. Dus die cd's die gaan niet ieder jaar meer kosten die wat je thuis hebt staan. Dus dat zijn natuurlijk van één dag op de andere worden de prijzen verhoogd. En dan natuurlijk ook de beschikbaarheid, de lokale beschikbaarheden. Dus sommige nummers zijn gewoon niet te horen en dergelijke.
En dan zijn er natuurlijk nog andere zaken, zoals nieuwe features die erin gestoken worden, van de ene dag op de andere, veranderd interface. Dat hebben we dan gezien bij Deezer. We waren net klaar met de test. Winkel als een hele logo, een hele indeling volledig veranderd. Ja, dan kunnen we weer opnieuw beginnen. Dus dat zijn... Zo blijf je bezig. Ja, zo blijf je bezig natuurlijk. Ja. Zijn de testparameters ook terug te vinden online bij het onderzoek? Ja, dat klopt. Dan kan je nog eens goed nakijken. Misschien is dat wel leuk voor mensen om eens actief na te denken over met welke streamingdienst luister ik het meeste naar muziek. Want ik vrees dat de meeste mensen standaard met een streamingdienst luisteren. Nee. We hebben onlangs gegevens gevonden dat er toch nog altijd 53% nog altijd naar radio luistert. Of dat nu, dus, okay. Dus nog altijd, er is nog altijd een tendens om ofwel DAB Plus of FM of online radio, dan praat ik over gewoon de rechtstreekse radiostream van een bepaalde zender. Dus er is nog altijd Maar naar muziek luisteren via een drager? Ja. Hoewel de vinylplaten wel... De vinyl wel. De vinyl, een beetje een revival dat heeft. Dat wel, maar de vinyl heeft natuurlijk ook praktische problemen. Als je onderweg bent en in de trein zit. Mm-hmm. Ik heb nog niemand gezien met zijn draagbare vinyl. Dus, dat is cool wel. Nee, ja. Het zou cool zijn, maar om dan een hele collectie mee te nemen, dat wil ik die mens wel zien dragen. Maar allee, dus er zijn praktische problemen. Dus ik zeg altijd, voor advies, als iemand zegt, streaming of niet, ik zeg, voor een dagdagelijks gebruik is het niet slecht om een streamdienst te hebben, maar de dingen die je echt goed vindt, de albums... Zorg dat je die op een andere manier op een drager hebt, of dat nu op een cd is, of dat een gedownload is en die op een eigen server of zo staat... Dat is dan een eigen keuze. Want het is ook zo dat bepaalde versies, vooral in de klassieke muziek, zijn verschillende componisten die een bepaalde uitvoering hebben. Die zijn alleen beschikbaar op één dienst, maar niet op de andere, of die verdwijnen dan. Mm-hmm. En dan is net die versie in een bepaald tempo gespeeld, is dan niet beschikbaar. Laat ons de artiesten die we echt leuk vinden gewoon steunen door daar de cd van te kopen. Ja, CD. En de vinylplaat. En dan kunnen we de streamingdienst gebruiken om de langere lijsten te maken. Okay. Maar dus daar vind ik Kobus wel een goede oplossing voor, want dan koop je het nummer rechtstreeks in hoge kwaliteit. Mm-hmm. En vooral voor het mobiel luisteren natuurlijk, want veel mensen van het mobiel is dat natuurlijk, gaat dat ook wel rechtstreeks naar de artiest. Hè? Ja. Dus dat is een goede tussenoplossing, want de cd-spelers zie ik ook niet meer zoveel. Dus, nee, en dus, de auto's worden ook standaard zonder gemaakt. Daarom, dus daarmee dan denk ik zo'n digitaal kopen, en dat is ook, Apple heeft het nog en Kobus, maar de meeste gingen Tidal of zo. Dus ik koop ook niet meer mogelijk. Daar ben dus ik dan zelf ook nog het meeste van als het dan toch zoiets is. Ja. Oké. Okay. Ja. Roy, ik weet niet of jij nog iets wilt toevoegen? Nee, ik denk dat ongeveer alles gezegd is. Dus ga naar de website en ontdek de test en de testresultaten. Oké. Merci, Roy, om te komen. Dank je wel. En met mijn volgende gasten, of experten uiteraard, Ann Faseel, ga ik het hebben over: is een gratis zichtrekening nog steeds mogelijk? Doe maar. Ja, je mag het zo'n beetje aanpassen. Ja, zeker. Ja. Iedereen wordt hier ook expert in... in micro's bedienen. In micro's bedienen, ja. Oeh! Wacht, hè. Ik ga jou helpen. Ja, graag. Oké. Okay. Yes. Zo moet het lukken. Ann, welkom. De titel is een gratis zichtrekening nog steeds mogelijk? En ik wil heel graag even weten, eerst en vooral, sorry, bij testaankoop, wat doe je juist binnen testaankoop? Ik ben marktonderzoeker voor budget en recht. Ja, oké. Okay. Die vraag zelf, daar had ik al zelf een heel kleine bedenking bij. Ik dacht, ik wist eigenlijk niet dat er gratis zichtrekeningen waren. En vooral, wat is dan het grootste verschil? Dus wat is eigenlijk een gratis zichtrekening? Wel, een gratis zichtrekening is eigenlijk een rekening waarbij je de basistransacties kan uitvoeren. Of je hebt toegang tot een zichtrekening voor de basistransacties... zonder dat je daarvoor vaste kosten moet betalen. Wat bedoel ik met basistransacties? Dat zijn dan bijvoorbeeld bankoverschrijvingen, geld afhalen aan de bankautomaat. Of bijvoorbeeld ook je kaart gewoon gebruiken in de winkel. Ja, dat klinkt als de dingen die je het meeste doet. Ja, dat is eigenlijk... Dat dus inderdaad, ja. Het grote verschil is dan service. Ja. Dat je niet naar je bankfiliaal kan gaan om extra dingen... Ja. Dat klopt. Dat is eigenlijk het grote verschil met de pakketten waarvoor je betaalt. Ja. Dit hier zijn dan meestal de online rekeningen. Maar je moet rekenen dat een zichtrekening, dat is eigenlijk een basisbehoefte geworden. Hoe vaak halen wij niet onze kaartjes boven om te betalen in een winkel of zo? Dus als we daar dan 20 tot 100 euro per jaar kunnen op besparen, is dat toch wel mooi meegenomen eigenlijk. Mm-hmm. Oké. Maar is die rekening dan effectief volledig gratis? Want daar moet toch een verdienmodel achter zitten? Ik kan daar eigenlijk heel kort op antwoorden. Nee, er is geen enkele zichtrekening volledig gratis. Een bank zal zeker zeggen
Onze zichtrekening, deze zichtrekening is gratis, van zodra dat ze eigenlijk geen vaste kost per maand aanrekenen. Maar er zijn altijd niet vaste kosten. Bijvoorbeeld als je papieren uitreksels wil gaan halen of je vraagt iets of van er opzoekingswerk aan de bank of je wilt dus een overschrijving doen in een vreemde valuta. Al die zaken moet je dan toch nog betalen. Dus een gratis zichtrekening, volledig gratis, dat bestaat niet. Zijn die dingen die je net opsomde dan dingen die je wel met een pakket bij een bank niet moet betalen of betaal je die sowieso? Nee, die zijn dan in C inbegrepen in jouw service. In dat pakket. Maar wat wij dan als opmerking hebben, is dat ook voor die betalende rekeningen met vaste kosten eigenlijk de mensen meer en meer gepusht worden naar digitaal bankieren. En dat ze ook meer en meer moeten betalen, ondanks dat ze al een pakket betalen, voor zaken die eigenlijk volledig uitgehold worden. Er zijn steeds minder bankkantoren bijvoorbeeld. Dus je kan je als consument beginnen afvragen van, tja, de rekening die ik heb, kan die eigenlijk niet wat goedkoper? De service gaat toekoor bij alle banken ook gewoon een beetje naar beneden. Ja, de live service. Ja, absoluut. Dus is het nog wel de moeite om daarvoor te betalen? Bestaat er geen goedkoper, zelfs bijvoorbeeld bij je eigen bank, bestaat er geen goedkoper alternatief voor die rekening die je nu op dit moment hebt? En waar hij misschien €5 per maand voor betaalt. Is dat eigenlijk zoiets zoals een gsm-abonnement, waarbij je zelf af en toe best eens kijkt van, is dit nog steeds voor mij en mijn gezin wel de beste oplossing? Eigenlijk wel, maar in die zin dat mensen niet zo makkelijk veranderen van zichtrekening, of toch zeker niet van bank, omdat ze vaak ook wel gebonden zijn door andere producten, door een lening of leningen. Verzekeringen. Dus verzekeringen. Het is niet zo makkelijk, laat ons zeggen, als bij gsm. Abonnement om dat te veranderen. Nee, nee. Je weet hoe ik de vergelijking bedoelde. Het is zeker vergelijkbaar. In die zin is het alleen iets minder makkelijk om te veranderen. Is het dan nog de moeite waard om te zeggen van ik ga voor die gratis rekening, want ik heb de rest heb ik toch niet nodig? Dat is inderdaad iets dat je moet uitmaken voor jouw eigen profiel. En wij vanuit Testaankoop hebben dat is bekeken. Het is niet zo evident om als gewone consument dat aanbod te vergelijken, want het aanbod is immens, immens groot. En per bank zijn er x aantal zichtrekeningen. Dus wat wij gedaan hebben, is eigenlijk de hele markt geanalyseerd. Ja, daar is ook een onderzoek over en dat kunnen we op de website ook terugvinden. Ja, inderdaad. Onder onze nieuwsrubriek kan je heel dat onderzoek, heel die analyse lezen. En onze leden die hebben eigenlijk ook toegang tot een selector. En dat is echt heel interessant, want daar kan je zeggen van oké, ik heb die leeftijd en mijn gebruik van mijn zichtrekening is zo en op basis van jouw gebruik. Want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, kijken van wat gebruik ik zelf? Moet ik nog per se een bankkantoor hebben? Of als ik naar mezelf kijk, ik betaal een pakket, maar eigenlijk ga ik nooit in een bankkantoor binnen. Dus is dat dan eigenlijk nog wel de moeite? Want dat is waar je in C voor betaalt. Daar betaal je voor. Ik had daar tot voor vandaag dus ook nog niet echt heel hard over nagedacht. Ja, dat is eigenlijk waar. Maar je betaalt dus waarvoor dan eigenlijk? Eigenlijk voor de service. Voor het kantoor eventueel daar binnen te gaan om inderdaad zoals je papieren uittrekken. Of om geld te wisselen als je naar het buitenland eigenlijk gaat. Eigenlijk in het kantoor. Ja. En dus als je zegt van ik wil nu eens echt weten voor mij, wat voor mij specifiek de beste, goedkoopste rekening is, dan kan je die selector invullen en zeggen van ik ben die leeftijd, mijn bankgewoonten zijn zus en zo. En dan krijg je eigenlijk heel gepersonaliseerd voor jou de beste keuze. Maar hoe vind je die gratis zichtrekening? Die wordt dan getoond. Hè. Of doe je? Ja, in het algemeen. Stel dat je, je gaat de rekening afsluiten of je opent de rekening bij een bank. Ja. Wordt dan jou die optie gegeven? Nee, die optie zal niet standaard voorgesteld worden. Hè. Dat lijkt mij een beetje logisch. Je moet ook weten dat eigenlijk banken helemaal niet verplicht zijn van die te openen. Als je nu zegt van, ik wil voor de rest niks, enkel een gratis zichtrekening, dan zijn banken wettelijk niet verplicht van die te openen. Wij vinden dat heel jammer, maar het is wel zo. Want vandaag kan je toch niet meer door het leven zonder Nee, dat is absoluut een basisbehoefte geworden. Er zijn heel veel plekken waar je ook geen cash meer kan betalen, verplicht. Ja, als je eens kijkt hoe vaak dat wij die kaart bovenhalen, ook onze app, onze banking-app, hoe vaak dat wij aan homebanking en zo doen. Maar dat is dan eigenlijk net de gedachte van, wij doen wel heel veel zelf. En historisch was het dan, dat waren dan gratis zichtrekeningen, maar je veel zelf deed, dat waren gratis zichtrekeningen. Zelfs een overschrijving ging je dat papiertje binnenbrengen en dan werd dat voor jou gedaan. Ja. En dan was het vroeger nog iets logischer dat je daarvoor betaalde.
Maar nu, zoals ik al zei, wordt iedereen eigenlijk gepusht om heel veel zelf te doen. Zijn zelf onze bankier geworden. Ja, en kan je vragen, is het nog wel de moeite? Oké, nee, interessant. Anne, ik weet niet of er nog iets is dat je daaraan wilt toevoegen. Nee, ik wou gewoon zeggen van ja, inderdaad, als je echt graag zo echt eens een persoonlijk advies wil, volledig op jouw profiel en jouw bank geworden, dan kan het altijd via de website op onze selector. Fantastisch. Oké, merci Anne. Jij bedankt. Dag. En ons laatste onderwerp van vandaag heeft nog eens te maken met elektrische auto's, maar in dit geval heel specifiek, waarop moeten we letten? Bij het kopen van een laadpaal. En als we denken aan auto's en aan expert en testaankoop, is er maar één naam. En dat is Steve. Hallo Doreen. Dag Steve. Ik ben terug. Steve, je bent er weer. Ik mag Steve zeggen, hè? Zeker. Het is Steve Mesdag voor zij die voor het eerst bij ons zijn. Maar Steve komt af en toe wel eens met mij praten. Altijd iets rond mobiliteit. Ja. Hè? Dat is jouw expertise. Ik ben project officer mobiliteit hier in dit huis. Ja, oké. Okay, fantastisch. We gaan het over laadpalen hebben. Misschien moeten we beginnen bij het begin. Wat is, mensen weten dat wel natuurlijk, maar wat is eigenlijk een laadpaal? Wat is een wallbox? Of is dat nog iets anders? En dan te vergelijken met rechtstreeks in het stopcontact, denk ik. We zullen beginnen bij het stopcontact. Ja? Het is perfect mogelijk om een elektrische wagen aan een stopcontact op te laden. Maar het grote nadeel is dat dat stopcontact er eigenlijk niet voor voorzien is. Mm-hmm. En ja, dat gaat ook eigenlijk wel traag, want aan een stopcontact spreken we van een aantal kilowatt, dus hoe hard dat je de energie in je batterij, in je autobatterij kan duwen. Aan een stopcontact is dat 2,3 kilowatt ongeveer. En als je dat ziet, een elektrische wagen verbruikt ongeveer 20 kilowattuur per 100 kilometer, dan ben je eigenlijk al snel 10 uur aan het laden voor 100 kilometer. En dat is toch wel traag. Vandaar, een wallbox of een laadpaal is eigenlijk een superstopcontact, als je het zo wilt, met een eigen zekering, een eigen circuit. En daar is het dus mogelijk om die energie harder in de batterij te duwen, sneller ook. En dan spreken we aan vermogens van 7,2, 11 of 22 kilowatt. En dan aan 22 kilowatt, dat is bijna al 10 keer sneller dan gewoon stopcontact. En dan ben je eigenlijk al een uur aan het laden per 100 kilometer. Maar ik rijd zelf nog niet elektrisch. Mm-hmm. Ik vraag me dus af, als je zegt stopcontact, kan je dus echt thuis met zo'n een draad in een gewone stopcontact? Het kan, maar zoals gezegd, het is eigenlijk daar niet voor voorzien. Een stopcontact is voor een stofzuiger aan te sluiten of een tv, maar dat continu hoog vermogen voor een elektrische auto is eigenlijk niet echt aangeraden. Nee. Vandaar ook dat het in appartementsgebouwen, in gemeenschappelijke ondergronds garages, eigenlijk al verboden is om aan een gewoon stopcontact op te laden. Ja, je moet ook praktisch thuis wel de mogelijkheid hebben om het te doen, hè? Ja, klopt. In jouw garage en dan zorgen dat daar niet te veel... Ja, ofwel in de garage, ofwel aan de garagemuur of ergens waar dat je auto geparkeerd is. Ja. Dat is de ideale plaats om... Maar dan moeten we vooral tijd hebben. Dus stel je hebt die tijd, want je sprak voor de uitzending hebben er even over gesproken, zeg je 10 uur. Dat is mogelijk als je zegt, ik steek 's avonds mijn auto in de pees. Ja, een stopcontact. En als morgens het kan, is die opgeladen. Het kan, ja. Want je weet, een auto wordt eigenlijk maar 5% van de tijd gebruikt. De rest staat is stil. Dus voor een elektrische auto is er eigenlijk tijd genoeg om die op te laden. Zelfs als die aantal kilowatt niet zo hoog ligt. Gaat dat vermogen trouwens, als die stilstaat, traag maar zeker zoals bij elke batterij, een klein beetje naar beneden? Of beperkt. Is dat te verwaarlozen? Ja, inderdaad, te verwaarlozen. Okay. Ja. Dan spreken we over de laadpaal. Ja. We kennen dat allemaal in het straatbeeld, maar ook mensen die dat thuis hebben. Ja. Wat is dan juist zo'n laadpaal? Wel, zoals ik zei, het is eigenlijk een straf stopcontact met een eigen zekering, een eigen circuit, die zorgt dat vermogen aan elektriciteit sneller in die autobatterij geraakt. En dan zal je denken van, ja, sneller is natuurlijk beter, maar dat is niet altijd het geval. Want je thuisnetwerk, bijvoorbeeld voor een driefasig wallbox, moet dat daarvoor geschikt zijn. Als dat nog niet is, dan heb je ook extra kosten om naar een driefasig netwerk over te schakelen. Een tweede aspect is de auto zelf. Niet alle auto's kunnen aan die 22 kilowatt opladen. Mm-hmm. En dan moet je eigenlijk kijken naar de specificaties van die auto. En de laatste, misschien belangrijkste voor Vlaanderen dan, is het fameuze capaciteitstarief. En dan zien we dat hoe meer kilowatt je vraagt, hoe meer de factuur zal zijn. Ja, dus sneller is
duurder, niet per sneller, se. Sneller is duurder, hè, want ja. Mijn collega Olivier, die straks aan bod komt, heeft een mooi rekenvoorbeeld gedaan op onze, gemaakt voor onze website. En daar zien we aan een stopcontact aan die 2,3 kilowatt, dan betaal je ongeveer 20 cent. Als we dan terugkijken naar die 20 kilowattuur per 100 kilometer, komt dat neer op een 4 euro per 100 kilometer. Als we dan gaan naar die 22 kilowatt, dan wordt dat al snel 12, 13 euro per 100 kilometer. En dan ben je eigenlijk aan het niveau van een verbrandingsmotor. Ja, Olivier is de Franstalige collega die straks in de opname zal doen bij mijn collega Stefanie, want we doen dit ook in het Frans. Inderdaad. We zijn heel nationaal. Hoeveel kost dat nu? Als ik al heel veel geld heb betaald voor die elektrische auto, dan heb ik het al even gehad. Ja. En dan komt dus die laadpaal in. Ja, die laadpaal. We hebben dus een test gedaan. Als testaankoop uiteraard. Houden jullie van, hè, van testen? Ja. En in tegenstelling tot een normale test, waarbij we de producten anoniem aankopen en naar een labo versturen, zijn we nu, om te laten testen, zijn we nu bij de mensen thuis zelf gaan kijken hoe die installatie is verlopen, hoe de certificatie is verlopen, of dat allemaal in orde is. En in hoeverre dat die mensen wel weten wat de speciale functies zijn van die laadpaal. En de prijs hebben we natuurlijk ook bekeken. En dan zien we heel veel variatie in prijzen, die natuurlijk afhangt van het aantal kilowatt. Maar we zagen prijzen tussen de 400 à 2000 euro voor de laadpaal alleen. En voor de installatie eigenlijk dezelfde grootorde van 200, 300 euro tot 1000, 1500 euro. Dus dat allemaal samen, dat is een eenmalige kost die je doet om te installeren. En dan vanaf dan uiteraard zit je op je netwerk en betaal je de energie die je verbruikt. Ja. En ideale combinaties natuurlijk met zonnepanelen. Dan heb je buiten de installatie van zonnepanelen eigenlijk gratis groene stroom om je elektrische auto mee op te laden. Ja. Hebben al veel mensen zonnepanelen? Dat is dus bij de collega van de Franstalige collega van Energie, die weet daar alles van. Dat is toch, ik zie heel veel mensen nu. Ja. Eigenlijk, de toekomst zal waarschijnlijk zijn dat we toch allemaal een beetje meer zelfvoorzienend gaan worden. Mm-hmm. Maar we zijn als België vandaag nog niet voorbereid op 100% elektrisch rijden, hè? Als iedereen tegelijkertijd zijn auto wil opladen, dan kan het netwerk dan natuurlijk netwerk, niet aan. Dat gaat niet. Vandaar ook het capaciteitstarief die de mensen probeert te sturen, dat die niet allemaal tegelijk grote vermogens nemen. En vandaar ook dat het een en-en-verhaal wordt. Hè. De elektrische auto is een feit, maar voorlopig zal dat nog zeker in combinatie met traditionele motoren moeten zijn. Nu, we zeggen waarop letten, dat is heel belangrijk. Vergelijken jullie dan ook merken die in de aanbieding zijn? En zijn daar grote verschillen op laadpalen eigenlijk? Wel, qua functionaliteit hebben we eigenlijk weinig verschillen gezien bij de mensen thuis. Maar het was vooral de certificatie die problemen opleverde. Soms was dat gewoon niet gebeurd, terwijl dat een verplicht element is. En soms was de documentatie niet voor... Dat is een keuring dan die je moet doen, eens dat je het geïnstalleerd hebt. Okay. Want een laadpaal installeren is een aanpassing aan het elektriciteitsnetwerk thuis. Ja. En dat valt dus onder die regels. En daarvoor moet er een keuring gebeuren of dat die installateur dat wel allemaal goed heeft Moet je dat ook aangeven bij Fluvius? Ja. Ja. Vanaf een bepaald capaciteit. Ik dacht 7. Ja, oké. Ten slotte, de smart laadpaal, bestaat dat ook? Eentje die je misschien van op afstand aan en zetten? Of? Dat is dan... sommige installateurs spreken al van een smart laadpaal, van als die verbonden is met het internet. Maar eigenlijk is het veel meer. Het is functionaliteit met de app of een webtoepassing. En daarin kan je alles sturen, van wanneer op te laden aan hoeveel capaciteit. Maar dat is ook handig om de tarifering achteraf eventueel te regelen met de werkgever of zo. En dan... dat zijn dus allemaal slimme toepassingen. En daar zagen we ook dat veel mensen eigenlijk niet volledig op de hoogte waren van de functionaliteit van die laadpaal. Dus eigenlijk een overgedimensioneerd toestel hadden, waarbij dat ze niet echt goed wisten wat ermee aan te vangen. Ja, oké. Okay. Is er een verschil als je één... Of is het sowieso één laadpaal voor één auto? Of stel, je rijdt allebei elektrisch, kan je dan met dezelfde laadpaal... Dat gaat perfect, een laadpaal met twee aansluitingen. Op hetzelfde moment. Oké, all right. Zal de toekomst misschien wel zijn, hè, Steve? Ja. En dan met zonnepanelen, dat we dat zelf kunnen voorzien. Een gesloten circuit kunnen zijn. Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Zijn we nog iets vergeten? Hebben we tips misschien voor iemand die vandaag elektrisch koopt en denkt, ja, die laadpaal, hoe pak ik dat aan? Ja, het is eigenlijk de bedoeling om uw behoeften heel goed in kaart te brengen en dan een deftige installateur te vinden die een laadpaal voor die toepassingen kan leveren.
En misschien is het ook wel handig om offertes te vergelijken, want we zagen dat er toch wel heel veel prijsverschillen zijn. Ja. En dan natuurlijk die certificatie, dus die keuring, die heel belangrijk is, en de documentatie daarvan goed bij te houden. En dan zijn we er eigenlijk. Ja. En ze vinden de weg naar de verschillende aanbieders via de website van Testaankoop. Onder andere, ja. Onder andere. Is dat trouwens iets dat jou... De garage waar je je auto koopt, jou daar eventueel ook... Ja, die kan daar ook bij helpen. Hè. We hebben een onderzoek gedaan ook naar de verschillende merken. En bijna elk merk heeft een eigen leverancier of zelfs een eigen laadpaal. Ik denk maar aan Tesla, die heeft een eigen laadpaal. Maar andere merken bieden andere mogelijkheden aan. Okay. Die kunnen daar zeker bij helpen. Alright, en allemaal naar de website om de resultaten van de test te gaan bekijken. Oké, Steve, merci. En misschien tot de volgende keer. Hè? Wie weet. Met plezier. Merci. Dank u. Ja, en dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik herhaal nog heel kort even per topic wat we toch geleerd hebben. Als we kijken naar de consumentenbarometer met Laura, dan zien we dat de meesten het toch financieel wel moeilijk hebben. Zeker die alleenstaande ouders. Jongleren best wel. En sparen komt er eigenlijk bij heel veel mensen niet aan toe. En dat kan toch wel problematisch zijn als er ineens een onverwachte kost opduikt. Dus die koopkracht die mag zeker terug wat beter. De beste tandpasta, ga voor fluor. Zorg dat je dat even checkt of er zeker genoeg fluor in zit. Zelfs vanaf kleins af aan belangrijk dat daar voldoende fluor in zit. En kijk naar de website uiteraard. We hebben 17 merken voor u getest. Dus je moet niks meer doen. Je moet gewoon kijken op de website. De beste muziekstreamingdienst, dat kan je ook terugvinden op de website. Hangt ook een beetje af van jouw gedrag, van hoe je graag naar muziek luistert. Maar ik heb onthouden van Roy dat als je echt bepaalde artiesten of muziek onmisbaar vindt, dat je die dan toch wel best aankoopt, om zeker te zijn dat die niet plots verdwijnen. Een gratis zichtrekening, is het nog steeds mogelijk? Het is zeker mogelijk. En misschien wordt het verschil met een pakket bij jouw bank wel kleiner, want we worden allemaal online geduwd en die service bij banken en bankkantoren die zijn stilaan toch meer en meer aan het verdwijnen. Dus een interessant onderzoek ook weer daar op de website. En met Steve hebben we het gehad over de laadpalen. En ik ben er alvast een beetje wijzer door geworden. Dus is sneller altijd beter? Nee, want let ook op prijs, let ook op certificaten, let ook op offertes die je opvraagt enzovoort. Dan denk ik dat we er zijn. Ik moedig jullie ook aan om ons te checken op andere socials. En u kan altijd ook volgende keer inloggen voor een nieuwe aflevering. En dan gaan we het over nieuwe onderwerpen hebben. En daar hebt u invloed op. Dus stel, er is iets wat je absoluut wil behandeld zien. Laat het ons dan weten. En misschien hebben we het daar dan volgende keer over. En nu wens ik u nog een heel fijne dag. En tot de volgende keer. Dank u.